Oh, wat? Wat is dit? Wat is dit? Kan ik het openhakken of zo? Ik heb namelijk echt nog nooit zo'n beest gekild. Nog nooit in mijn leven. Dus dit is het moment. Dit is gewoon het moment. Wat? Een wyvern. Ik zie een wyvern. Ik zie een wyvern. Ik ben weg hier. Dat is een ice wyvern. Ah, goedemorgen mensen. Wat top dat jullie kijken naar een gloednieuw filmpje van Ark Ragnarok. Het is momenteel 7 uur in de ochtend. Ja, het is lekker vroeg, maar we moeten vandaag weer flink wat gaan doen. We gaan weer lekker werken jongens. Onze Jeroen leeft gelukkig. Onze Jerrycan leeft gelukkig en onze vuur leeft gelukkig. Ik ga ze allemaal even level uppen. Ik ben vandaag niet met mijn makker Don. Dat komt namelijk omdat Don al gewerkt heeft. En nou is het mijn beurt om even te gaan werken. Ik ga even de weight van deze beesten upgraden, want die is niet zo hoog. De weight en stamina, dat is een beetje het probleem bij deze beesten. Maar ik vraag me even af, hè. Wat heeft Don allemaal precies gedaan? Want even kijken, die bedden stonden hier al. Zelf ben ik level 63 en Don is level 65. Ik weet niet of hij iets gedaan heeft. Ik heb eigenlijk geen idee. Eigenlijk doet dat er verder ook helemaal niet toe. Wij gaan vandaag gewoon lekker aan het werk. En laat ik even beginnen met een ramp hier. Want ik vind het toch wel vervelend dat ik hier steeds moet springen. Oké, die ramp is gebouwd. Helemaal top. Ik maak er meteen even stairs van, want dat is wel zo mooi. En ik ga nu even op Jeroen rijden. Armor is trouwens ook stuk, dus dat moet ik zo meteen ook even weer gaan fixen. Oh, wacht. Dit beest kan ook gewoon die boom kapot hakken, of niet? Kan dat? Wat is dat? Wat is dat? Kill it. Ik weet niet wat het is. Oh, het is zo'n dilo. Scheid dilo. Ga eens dood. Stink dilo. Sterf. Ja, stink. Oh, ik ben weer... Hoppakee. Got him, guys. Ik kan wel bomen omhakken, maar ik kan er verder helemaal niks mee. Want zoals jullie zien, ik krijg helemaal niks ervan. Dus dat is best wel jammer. Dus dan weten we dat ook meteen even. Jeroen is niet een beest om mee te gaan verzamelen. Het is echt een vechtersbaasje natuurlijk. Jerrycan is trouwens de betere vogel, dus daar ga ik nu even op vliegen. En ik wil eigenlijk een beetje meer gaan scouten. De vorige aflevering heb ik dat ook al een beetje gedaan. Maar ik ben heel erg benieuwd wat hij allemaal in de buurt zit. En er waren ook heel veel mensen die vroegen van, yo, Harm, waar en wanneer ga je die nieuwe grote basis bouwen? Dus de echte uiteindelijke basis. En ja, en dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten waar je moet bouwen. Zoals Don de vorige aflevering ook al zei, dit is echt de Argentavis-spot hier. Holy shit, wat zit hier veel Argentavissen. Ik wil even naar dat ijsgedeelte vliegen, want ik ben echt benieuwd wat daar zit. Ben ik hier veilig? Nee, dit beest kan me attacken. Kill ik even. Zo, die Argentavissen, jongens. Oh, dat is echt niet normaal. Oh, come on, stamina, please. We moeten er nu afmaken, jongens. We killen hem. Come on, let's go. Nu ga je dood. Nu ga je dood. Nu ga je dood. Hoppakee. Ik wil weten, kan ik dit hakken? Ik ben heel erg benieuwd. Nee, ik kan het gewoon niet hakken. Oké. Dat is wat chill om te weten. Zo, dit beest kan trouwens wel bijna unconscious vallen. Holy shit. Ja, het is hier ook super koud, dus ik moet hier echt oppassen. Ik heb namelijk geen warme kleding bij me. Maar oké, dit is het ijsgedeelte. Goed om te weten. En ik zie wolven lopen of zo. Wat zijn dat? Dat zijn dus, oh, dat zijn soort van ijsberen. Ja, dat zijn ijsberen. Oké. Ik zie hier ook een mammoet. Oh ja. Dat is, dit is typisch ijsgedeelte, hè? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie graag willen. Willen jullie dat ik in het ijsgedeelte ga leven of in het warme gedeelte? Want persoonlijk ben ik niet echt van het ijs, omdat je altijd die furkleding nodig hebt. Persoonlijk ben ik echt de voorstander van de jungle of iets in de buurt van de jungle of op het strand of gewoon een warmer gedeelte in ieder geval. Oké, jongens, we vliegen nu even deze kant op. Dus daarachter bij die steen is ons huis. Ik wil hier namelijk ook even checken of hier iets leuks is te vinden. Allemaal schildpadden hier. Yo, dit ziet er wel tof uit. Watervalletje. Misschien kan ik hier trouwens ook wat crystals vinden, want eigenlijk hebben we die ook nodig. Die kunnen we goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor een spyglass of zo. Oké, hier zit wel metal. Dat is wel chill om even te weten. Dat ga ik ook meteen even hakken. Volgens mij kan mijn vogel niet te veel dragen, of wel? Oh ja, hij zit bijna vol. Oké, nou, top, die is weg. Dan drop ik al dat steen meteen even. Oh, yo, dit is obsidian, toch? Ja, dit is obsidian. Daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Juist, obsidian. Ja, dat is chill, dat is chill. Dan drop ik denk ik al die metal zo meteen, jongens. Want meer dan dit kan ik namelijk echt niet dragen. Obsidian hebben we namelijk nog niet gespot tot nu. Dus we hebben obsidian gevonden, jongens. Dat is heel goed om te weten. Nu nog crystal. Ja, dat hout kan ik ook wel droppen, joh. Hout kunnen we zo easy fixen. Dan kunnen we zo meteen nog wat gaan hakken hier in de buurt. Ik bedoel, hier is nog meer obsidian, yeah. Ja, wat voor bloemetjes zijn er trouwens? Wat? Oh, rare flower. Oké. Dat is één steen, tweede steen, come on. Got it. Oké, ik heb hier nog wat obsidian. Dat haal ik ook even hier weg. Ik zit nu op 335, dat is op zich wel netjes. Ik ga mijn inventory een beetje clearen. Even een beetje schoonmaken. Oké, die boog kan bijvoorbeeld weg, die gebruik ik toch echt nooit meer. Die boog kan weg. Die waterval zijn wel heel tof. Wow, wat is dit? Hè? Een box? Oh, daar heb ik... Oh, wat? Wat is dit, wat is dit? Kan ik het openhakken of zo? Wat? Primitive crossbow, wow. Wat is dit? Ik heb gewoon een box gevonden, jongens. Dit zit erin. Ik heb een shield eruit. Ik heb primitive crossbow dus, oké. Twee, daar heb ik twee van. En ik heb speren. Maar waarom? Huh? Oké, dat is heel vaag en random. Er zijn blijkbaar loot drops of zo in de game. Daar wist ik echt helemaal niks vanaf. Maar super chill dat erin zit, jongens. Dat vind ik best wel top. Ik moet nu wel heel veel erbij gaan droppen, trouwens.
Dus ja, dit kan weg en dit kan weg. Ja, en die speer die weegt ook veel, hè. Hoppakee, nou, dan gaat die ook weg. Oh, ik kan het trouwens repairen. Oh, top. Doen we het zo meteen. Zo, alles is bijna stuk, dus ik kan het zo heel mooi repairen. En ondertussen, als ik dat aan het repairen ben, kan ik mijn mooie koppie zien. Jongens, ik krijg haar, man. Yo, check dan. Ik krijg gewoon haar. Ik heb echt een goed bos. Ik ben nu echt... Nu ben ik echt een vrouw. Het is nu voldoende lang dat niemand meer kan zeggen van... joh, je bent een man. Aan mijn heupen te zien. Sowieso niemand dat zeggen. En mijn voorkant. Maar dat doet er verder niet toe. Ik ben er blij om. Het ziet er mooi uit. Een mooi kapseltje. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe Don eruit ziet. Die heeft echt wel volgens mij al een huge baat. Maar goed, we trekken het pakje even aan. Dat gaat ondertussen ook lekker regenen. Dus ik kan mijn waterzakjes hier mooi vullen. We zoeken nog steeds crystal, jongens. Maar ik heb het gevoel dat ik het hier echt nergens ga vinden. Op zich gelukkig wel. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. En hier zit natuurlijk voldoende metal. Maar daar heb ik ook niet zoveel aan. Dat hebben we ook bij ons in de buurt. Yo, check deze botten van die grote dinosaurussen. Vind ik echt vet. Het is echt gewoon een soort van brug. Oké, Jerry, ik kan het even uitrusten. Ondertussen kan ik mooi om me heen kijken. Oké, de buurt ziet er hier een beetje overal hetzelfde uit. Daar is dus een heel groot meer met een hele grote zee. Ik verken de map zo ook al een beetje. Dat is wel mooi. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hier in deze spelonk zit. Maar ik zie allemaal touwen en lianen. En misschien is er iets leuks. Misschien wel weer zo'n drop. I don't know. Oké, allemaal dino's in ieder geval wel. En oh, ze worden ook boos. Dat merk ik ook. Weg hier. Die beesten zijn namelijk heel sterk. Die grijp je vast en die klap je kapot. Dit heb ik al één keer meegemaakt in aflevering 1 of 2. Ja, dat is echt insane. Dat was in aflevering 1. Ja, holy shit. Ik schrok me kapot, joh. Die dino's heb ik namelijk echt nog nooit gezien in mijn leven. Yo, jongens, kijk eens. Dit beest is bijna dood. Hoe zou dat kunnen? Ik heb echt geen flauw idee. Zal ik hem voor de grap attacken? Ik kan altijd wegvliegen, hè. Maar volgens mij ben ik wel echt in 1 of 2 klappen dood. Maar hij is toch aardige damage. Dus ik ga dit gewoon gooien. Whatever. Whatever, dude. Hij vlucht volgens mij. Kijk, hij vlucht ook al gewoon. Oh shit, ik ben trouwens starving, jongens. Ai, ik heb ook niet meer eten bij me. Ja, ik denk dat het beste is dat ik gewoon wegga. Ook al is hij bijna dood en wil ik hem graag killen voor die XP die ik dan krijg. Met het beest kan dat misschien wel. Oh, hij attackt me. Attackte hij me serieus? Oh ja, attack me, jongens. Oh, holy shit, hij attackt me. Hij doet niet veel damage volgens mij. Nee, hij doet heel weinig damage. Maar ik moet sowieso oppassen met mijn stamina, jongens. Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Een paar van die dingen gooien. Een paar van die dingen gooien. Oké, okay, en fly, 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 fly. Woe! Hij is in één keer heel boos. Hij is in één keer heel boos. We kunnen ons eten van vanavond die sowieso wel vinden. Dat is wel chill. Oké, we gooien nog een paar van die speren. Come on, come on, come on, dude. Come on. Yeah. Yeah, come on. Oh, Pegomastax heeft mijn water skin. Shit, scheidbeest, ga nou eens dood. Oké, jongens, we gaan door met onze speren. Come on. Oh, hij draait alweer om. Oké, het is ook gestopt met regenen, maar ik moet hem even gauw killen. Come on, ik wil dat beest zo graag killen. Ik heb namelijk echt nog nooit zo'n beest gekillt, nog nooit in mijn leven. Dus dit is het moment, dit is gewoon het moment. Come on, gooi die dingen, al die speren. En hij is weer boos volgens mij, ja, hij is weer boos. Oké, alright, dan gaan we dan. We gaan het gewoon met dit beest doen, jongens, come on. Dan is hij wel ziek veel levels omhoog. Come on, ga nou dood. Oh, wat is dat? Oh, ik dacht dat hij dood was. Shit. Dat andere scheidbeest. Oh, ik heb hem gekillt volgens mij. Ja, nice. Die is dood. Ja, hij is dood. Oh, holy shit, dude. We hebben gewoon de Bronto gekillt. En hoeveel levels? Hij is 4 levels omhoog. Oké, alles op stamina. Pop, 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 pop. Want dat is echt zo nodig. Oh, dit had ik echt nooit van. Gewoon een Bronto. Gewoon dat ik ooit een Bronto zou killen, jongens. Haha, nice. Oh, wat? Ik heb er allemaal engrams erbij. Geen idee wat het allemaal is, maar dat zijn allemaal nieuwe dingen. Leuk, top. Oké, dit beest is wel bomvol, maar ik hak hem gauw even uit. Top. Haha, nice, dude. Ik moet echt gauw weer terug, want ik ga zo knock-out vallen omdat ik geen eten heb. Misschien moet ik gauw even wat droppen, jongens. Ja, dat scheelt. Dit ga ik echt nooit gebruiken, weet ik zeker. Ik heb er echt niet veel aan. En heeft dit beest nog iets wat ik kan droppen? Ja, dat vlees. Hoppakee, weg jij. Ja, alhoewel, dat vlees had ik trouwens wel nodig om zo te koken. En om op te eten, maar ja, maakt niet uit. Vlees is overal, jongens. Kom maar goed. Ik vind op zich waar we de basis hebben neergegooid, is heel herkenbaar. Het is namelijk echt dit hoekje hier. En ik vind het ook een hele toffe plek. Je kan eigenlijk overal heen. En het is, ik vind het echt een mooi plekje. Oké, time to eat. Zit hier nog wat eten in? Nee, oké, dan moeten we toch nog iets killen. Of heeft Don nog iets? Ik weet het niet. Nee, Don heeft ook helemaal niks. Ja, dan moeten we dit beest even killen, denk ik, jongens. Let's do that. Come on. We need food. We need our food, man. En ook als het zielig dat ik dit beestje kill, want hij kan niet eens terugvechten. Ik moet eten, jongens. Als ik zelf doodga, is dat ook zielig natuurlijk. Hoppakee, nice. Oh, deze bijl kan ik trouwens ook droppen. Want ik heb nu namelijk al een metal. Yeah. Oké, eten, jongens, eten. Zo, dat vlees gooi ik hier even in. Ik heb natuurlijk ook geen hout meer, want dat heb ik natuurlijk ook al gedropt. Jongens, ik ben echt lekker bezig. Oh, nee, save it, dude. No, man.
It's not the moment, bro. Oké, ik vlieg gauw even ergens heen. Als het goed is, ziet hij me niet. Oké. Oh, ze attacken de base. Ah, dat maakt niet uit. Want we hebben gelukkig muren. Yeah. Zo, eindelijk. Ik steek het ding aan. En ondertussen ga ik even mijn engrams erbij werken. Want dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Fabricator. Oh, fabricator, jongens. Dat is wel heel vet. En electronics en shit. Ja, dit kan ik wel even gaan maken. Generator, kabeltjes allemaal. Die moet ik toch ooit maken. Dus dat ga ik allemaal zo engrammen. Ik weet niet wat dit is. Ik doe het er gewoon lekker allemaal bij. Zo, top. Pump action shotgun, jongens. Ik ben al zo ver. Ik kan het al en vlak. Oh, ik kan het allemaal maken, jongens. Laser attachment. Ja, dat vind ik allemaal top. Vind ik gewoon allemaal top. Ik weet niet wat dit is, maar het ziet er heel vet uit. Een hele vette gun. Flashlight en een scope. Oh, die gun moet ik echt hebben. Een refrigerator. Ja, yeah, die moeten we ook hebben. En een air conditioner. En een S plus natuurlijk. Een tranquilizer. Oh, die moet ik echt hebben sowieso. Zo, en dat waren alle engrams wel een beetje. Een industrial grinder. Kan ik die ook al hebben? Yo, als we die zo early game al kunnen maken, jongens. Oké, okay, in ieder geval voordat we daar overal mee beginnen. Ik ga echt bijna knock-out, dus ik moet eten. Gauw eten, jongens. Wauw. Oké, okay, ik zit zo wel mooi bomvol. Ja, een smiddy hadden we natuurlijk al. Een fabricator, jongens. Oké, okay, daar hebben we cementic paste voor nodig. En daar hebben we crystal voor nodig. Olie en spark powder. We hebben dus 100% crystal nodig. Oké, okay, dat is heel handig om te weten. Oké, okay, voor cementic paste heb ik nog wat chitin of keratin nodig. Oké, okay, ja, dat is best wel moeilijk om dat te fixen nu. Ja, en hetzelfde geldt voor crystals natuurlijk. Dat is ook moeilijk. Spark powder is niet zo moeilijk. Dat ga ik nu ook gewoon maken. Maak ik meteen even 100. Dat is wel meer dan voldoende, denk ik. Ja, dan pak ik nog gauw even wat vlees. En dan moeten wij weer een tocht gaan maken, jongens. Het gaat gewoon weer gebeuren. We hebben hier een kleine opslag. Daar ga ik even iets in gooien. Dit er allemaal in zo. En die obsidian. Haha, die hebben we gelukkig mooi weer. Super nice, die obsidian. Oké, okay, dan ga ik dit even aansteken zo. En dan ga ik het even opsplitsen zo. Oh, hier zit ook nog wat in. En dan gooi ik alles hier even in zo. En dan pak ik hier vast even wat van. En light the fire. Oké, okay, light the fire. Top. Aan met dat ding. Yeah. Zo, ik ga de beesten even level uppen. Jeroen, ben jij weer level up? Nope, helaas niet. We moeten crystal vinden, jongens. Het moet, het moet. Ik gok dat het wel daarboven zit, hoor. Hierboven moet het wel ergens zitten, hoor. Gaan we naar het koude gebied toe? Misschien moet ik eigenlijk wat fur armor of zo maken. Dat zal wel chill zijn, maar ja, dat fix je natuurlijk ook niet zomaar. We vliegen gauw even heen, jongens. En we fixen gauw even wat crystal als het hier zit. Ik hoop het wel. Even over de toppen. Ja, ik zie helemaal niks. En hier is het ook super gevaarlijk met al die beesten. Dus ik moet echt oppassen hier. Kijk, er komt al een beest op me af, hoor. Ze zijn allemaal al wild, hoor. En qua oor zie ik hier ook helemaal niks. Waarom zit hier niks? Dit is echt de meest logische locatie om crystal te vinden, eigenlijk. Maar goed, ik denk dat het nog wel Wat? Een wyvern! Ik zie een wyvern, ik zie een wyvern. Ik ben weg hier. Dat is een ice wyvern! Dat is geen lightning wyvern. Hij is wel blauw, maar dit is ijs. Ik zie dat hij ijs spuwt. Jongens, jongens, dit gaat nog één toffe serie worden, jongens. Holy shit. Een ice wyvern hebben we gespot. En die valt die mammoeten daar aan. Ik weet niet hoe sterk die is. Ik heb echt geen flauw idee. Maar ik ben weg hier. Want straks komt hij naar mij toe. En ik ben nog helemaal niet sterk. Dus ik moet oppassen. Zit hier niks hier binnen? Oh, wat is dit allemaal? Yo, dat ziet er wel heel vet uit, do. Al die beren, jongens. Ik moet oppassen. Ik vlieg. Oh, wat doe ik? Ik weet niet of die me aanvalt. Ik heb geen flauw idee. Het lijkt me wel. Oh, penguins! Van penguins krijgt er ook iets of zo. Wat best wel chill is. Oké, ik kill er gewoon één. Whatever. Come on. Come on. Ja, ik heb één gekild. Een pingwing. Organic polymer. Ah, dat is goed om te weten. Nou, kijk, dat wist ik niet. Hey, chill man, chill. Die organic polymer, die vind ik wel heel nice. Want polymer self fix is moeilijk, hoor. Ik ga hier trouwens ziek snel dood van de kou. Dus daar moet ik heel goed op letten. Ik kill er nog eentje en hij is klaar. Dan ben ik weg hier. Het is niet de tijd dat ik hier lang blijf, jongens. Ik heb niet de goede armor aan daarvoor. Die beer valt me zo goed dus niet aan. Oh, wel. En hij is level 200 en dat beest hit veel. Oh. Weg hier. Is genoeg geweest. Dus zoek toch naar crystal. Staak ik, jongens. Hier, ik zie niks. Ik zie helemaal niks. Ik gok ook niet dat ik het hier aan ga treffen. Chitin wil ik wel heel graag hebben. Maar heb ik... Ja, ik heb daar wel genoeg helft voor. Alhoewel, ik wil me hier niet graag in mengen. To be honest. Misschien kan ik deze wel gauw even meepakken. Oké, ik word nu attacked. Misschien moet ik hier weggaan. Misschien moet ik hier weg. Ik weet het niet. Ik blijf hier nog even hangen, jongens. Oké, nu word ik wel heel erg attacked. Ik ben weg. Ja. Ga even wat eten. Oh, die beesten zijn wel allemaal bijna dood, hoor. Oh, wolven. Holy shit. Die zag er sterk uit. Die sprong naar me toe. Ik ben... weg hier. Yo, wat waren voor dat vage wolven, hé? Kijk, ik ben bij een andere spot uitgekomen. Ja, hier is ook geen crystal, guys. Het zit hier gewoon niet. We zitten niet op de goede locatie. Maar we hebben het wel echt nodig voor die fabricator. En als we dus die fabricator hebben, ja, dan kunnen we weer heel ver komen. Hier zie ik nog een hele mooie. Kom op, ik kill ze beide. Ze zijn beide dood. Oké, die is misschien niet bijna. Oh, kom op. Ja, kom op. Ja, ik heb chitin. Ik heb een beetje chitin. Ik ben blij, ik ga terug. Want mijn vogel is aardig gedamaged. Ik ga hem ook even level uppen. Hoppakee, je stamina. Oh, check die haaien, jongens. Holy shit, die zijn big. Oh, vet. Ja, dan blijf ik ook lekker bij de buurt. Want die zijn ook pittig gevaarlijk.
Ik jat even je chit in als je het goed vindt. Dit is ook chit in. Oh, nice. Oké, okay, cool. Heeft Jeroen nog iets bij zich? Nee, een beetje eten. Oké, okay. Nou, voldoende zo. Ik gooi dit even hierin. En ik gooi die organic polymer. Ja, die spoilt. Hebben we niet veel. Maar we weten dus dat we dat daar kunnen verkrijgen. Dat is heel handig om te weten. Dus het is ook heel slim om dichtbij ijs in ieder geval te gaan wonen. Ja, of dichtbij de woestijn. Want daar heb je als het goed is weer van die mantissen, denk ik. Oké, okay, ik heb ook nice wat metal erbij. Zo, en ik dump ik hier allemaal even mooi in. Perfect. Fabricator komt al een beetje in zicht, jongens. Maar we hebben nog olie nodig. Crystal dus en cementic paste. En cementic paste kan ik ook al bijna maken. Ja, kijk eens aan. Ik kan al 3 maken. Hey. Nog een beetje steen nodig en ik ben binnen. Oh, nee. Oh, shit. Ze moeten hem hebben. Oké. Okay. Oh, shit. Omlopen. Oh, niet de tijd nu. De deur moet dicht. Oh, yes. Oh, ik ben net safe. Weg hier naar binnen. Het is nacht, jongens. Het is nu niet de tijd. Dat steen, jongens, dat fixen we op termijn wel. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het tof? Doe even een duimpje omhoog. Laat eens even weten waar jij denkt waar ik moet gaan wonen. En laat natuurlijk ook even weten waar je denkt waar Crystal zit. Ik ben heel erg benieuwd. Jongens, ik check jullie de volgende keer. Later.